We zijn op Sportpark Koppers den Hoorn, waar FC Groningen B1 een thuiswedstrijd gaat spelen tegen Ajax B1. FC Groningen B1 maakt tot nu toe wat resultaten betreft een moeilijk seizoen door en vindt zichzelf na 10 wedstrijden terug op de 12e plaats met 7 punten. Tegenstander Ajax heeft 20 punten en staat tweede. Toch weet FC Groningen B1 de Amsterdammers vanaf het begin goed onder druk te zetten. En dat levert hier een kans op voor Rutger Etten. Maar het is Ajax-keeper Stan van Bladeren die een doelpunt van FC Groningen kan voorkomen. Toch, de eerste kans is voor FC Groningen B1. Ajax voetbalt wat makkelijker dan FC Groningen, maar weet geen grote kansen te creëren. Het gevaar aan Ajax kant moet daarom komen uit bijvoorbeeld deze vrije trap. Maar de bal verdwijnt via de muur van FC Groningen over het doel. En de hoekschop daarna levert voor Ajax niets op. En dus heeft de ploeg van trainer Peter Moltmaker de wedstrijd goed onder controle. Aanjager van FC Groningen B1 is Juninho Bakuna, inderdaad het broertje van. Bakuna is balvast, maar ook sterk in de lucht. Maar dan ben je wel afhankelijk van een goede voorzet. En die komt er na ruim een half uur spelen. Okaïn geeft voor. Maar Bakuna raakt de bal verkeerd met het hoofd en ziet de bal tot grote teleurstelling van hemzelf ruim overgaan. Gezien het spelbeeld in de eerste helft vraag je je af waarom FC Groningen B1 zo laag op de ranglijst staat. Want FC Groningen biedt Ajax prima tegenstand. We hebben ook een paar wedstrijden gehad dat op de thuis ging. Verliezen met 2-1 of 1-0. En ja, maar we houden wel stand eigenlijk. En dat doet FC Groningen dus ook tegen Ajax. FC Groningen krijgt voor rust zelfs nog de grootste kans voor Rutger Etten. De prima redding is van Bladeren. Teleurstelling bij aanvoerder Etten die zijn ploeg met een prima uitgangspositie had kunnen laten beginnen aan de tweede helft. Meteen als je de tweede helft ingaat, gewoon weer er tegenaan. Maar als je met 1-0 voor staat in de rust, dan ja, dat geeft een beter gevoel, dat sowieso. In de tweede helft valt FC Groningen terug en staat het binnen 7 minuten allemaal 2-0 achter. De 1-0 was van Magnus Carlsson en dit is de 2-0, ook gemaakt door Carlsson, de 16-jarige spits uit IJsland. Een speler die foutjes van de tegenstander keihard afstraft. Na de goal verslapten we. Mm-hmm. En ja, dan moeten we eigenlijk dat gewoon volhouden. Om de eerste helft die we hebben gespeeld, gewoon goed hebben gespeeld, moeten we eigenlijk volhouden in de tweede helft. Maar ja, ik weet niet hoe dat komt. Na die doelpunt, toen verslapten we. En dan moeten juist een paar spelers moeten dan opstaan en zeggen van, kom op jongens en ja, verder gaan. Ja, precies. Ben jij zo'n speler? Ja, zeker. Mm-hmm. Ik of Kazaai bijvoorbeeld, ja. Of Juninho wel. Zulke spelers, ja. In de 57ste minuut voert Ajax de score verder op. En weer is het Carlsson die zorgt voor het doelpunt. En zo is het binnen een kwartier 3-0 voor Ajax en is de wedstrijd beslist. Wij moeten gewoon scherp blijven en ons ding doen en niet gaan verslappen. En als dat wel gebeurt, Ajax hebben een paar goede jongens rondlopen en die kunnen individueel wel hun acties maken. Als je een kans geeft aan Ajax, dan is het meestal ook raak. Zoals in de 70ste minuut als Ajax weer gaat scoren. De hoekschop wordt niet goed weggewerkt door FC Groningen. Van de Beek gaat langs Haanstra, zet voor en Leon Bergsma tikt dan de 4-0 binnen. En zo zijn de felicitaties voor Ajax B1 en moet FC Groningen vertrouwen putten uit de eerste helft, waarin het zeker niet minder was dan Ajax. Ja, zeker. Vertrouwen houden we altijd. En dat moeten we zo zeker altijd houden. En ja, als het gewoon zo'n uitslag gebeurt, dan nemen we wel de goede punten nemen wel mee aan de volgende wedstrijd. En de mindere punten trainen we wel op en komt het wel goed.